Hallo, ik ben Mirjam Seppewolde. Ik woon in Kazabak samen met mijn man Gerard en een behoorlijk aantal hondjes. En dit zijn hondjes die nergens anders gewenst zijn en vandaar bij ons mogen wonen. De honden die hier wonen kunnen op verschillende manieren binnenkomen. Het kan zijn dat ik ze zelf van straat heb gehaald omdat dat nodig was. Maar het kan ook zijn dat ze via een stichting binnen zijn gekomen. Op dit moment wonen er in Kazabak honden van Stichting Dog, van Carve, van Rescue Paws. Maar ik foster ook voor bijvoorbeeld de dierenbescherming. Helaas zit Kazabak op dit moment vol. Maar dat betekent niet dat ik niet actief ben. Want zo help ik de verschillende stichtingen bijvoorbeeld op straat. Onder andere Feed Friends met het voeren van honden. En op het moment dat een hond niet langer op straat kan blijven wonen, help ik ook met vangacties. Vooral de samenwerking tussen de verschillende stichtingen vind ik erg belangrijk. Zo zit ik ook in het platform Dierenwelzijn Curaçao. Hierin zitten verschillende stichtingen en eenpitters die samen willen werken naar een diervriendelijker eiland Curaçao. Sinds kort zit ik in het bestuur van de stichting Rescue Paws Curaçao. Als u meer informatie hierover wilt, kunt u dit vinden op onze Facebookpagina. Dit is Furio. Furio is onze eerste rescuehond. Inmiddels is hij een jaar of 18 en woont hij sinds 15 jaar bij ons. Hij is de enige hond die niet van Curaçao komt, want hij komt namelijk uit Spanje en is meegekomen uit Nederland. De honden in Kazabak zijn verschillend van karakter, maar ook van formaat. Zo hebben we sinds kort Tante Truus. Tante Truus is een chihuahua die op straat gevonden is, ernstig verwaarloosd en een enorme tumor had. Die tumor is inmiddels verwijderd, maar helaas blijkt het een kwaadaardige tumor te zijn. Dus helaas ging haar adoptie niet door en zal zij de rest van haar leven in Kazabak blijven wonen. En dan hebben we Nonna. Op een zondag kwam ik terug van de supermarkt en zag ik een vreselijk hoopje hond lopen. Die hond moest wel zoveel pijn hebben. Door alle korsten, wonden, verschrikkelijk zag ze eruit. Ook al had ik de boodschappen in de auto, deze hond moest en zou ik op dat moment meenemen. En dat is me gelukt. Nonna woont nu sinds een tijdje bij ons, ziet er stukken beter uit en is qua gedrag ook enorm vooruit gegaan. Van een heel bang en schuw hondje die met stenen weg werd gegooid, is ze nu heel blij, soms een beetje te blij, in Kazabak. Een heel enthousiast en leuk hondje. En Nonna is een van de honden die nog wel een forever home zoekt. Gelukkig zijn er al heel veel honden geadopteerd via Kazabak. Op Curaçao, maar ook in Nederland. Dus bent u nu op zoek naar een hele leuke hond? Woont u in Curaçao, Nederland, Amerika, Duitsland, waar dan ook? Neem even contact op met mij via mijn Facebookpagina. De link daarnaartoe wordt in de beschrijving weergegeven. Omdat ik sinds kort deel uitmaak van Rescue Paws, kunt u Kazabak steunen door te doneren aan Rescue Paws. Bankgegevens vindt u in de omschrijving onder deze video. Om het zwerfdierenprobleem op Curaçao echt aan te pakken, zijn sterilisatie en castraties enorm belangrijk en moeten gewoon geen nieuwe dieren bijkomen. Daarom zet ik mij ook in voor sterilisatieacties via de verschillende stichtingen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je een beetje een indruk hebt gekregen over het leven in Kazabak. Het is vooral een huiselijke situatie waarin de honden wonen en ze moeten zich vooral veilig en prettig voelen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Wat ik ook heel fijn zou vinden is wanneer je je abonneert op dit kanaal. Dan kan je ook kijken naar de video's van de andere stichtingen en van verschillende vangacties waarin ik ook betrokken ben. Bedankt en een hele fijne dag!